Goedendag. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vanuit het zuiden trekken wolkenvelden over het land, maar vooral in de ochtenduren kan ook nog van tijd tot tijd de zon schijnen. In de loop van de dag zal de bewolking wel steeds verder gaan toenemen, wordt ook dikker, maar het blijft tot de avond nog wel droog. Het wordt 12 tot 14 graden, nog steeds zeer zacht voor de tijd van het jaar. Er waait een matige, in de kustprovincies vrij krachtige of krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond kan er verspreid wat lichte regen gaan vallen. Dat is vooral later vanavond het geval. En ook komende nacht kan er wat lichte regen of motregen vallen. Dan morgen overdag begint de dag in eerste instantie met veel bewolking. En zeker in het oosten en zuidoosten nog een enkele spat regen. Later blijkt af en toe de zon door. In de avond volgt er vanuit het westen opnieuw regen. Het wordt een graad of 11 en nog steeds waait het stevig uit zuidwestelijke richting. Dinsdag en woensdag ook vrij wisselvallig weer, vooral op de woensdag iets meer ruimte voor de zon. Donderdag is het vaker droog en is het een graad of 11. Dinsdag en woensdag ligt het maximum rond 12 of 13 graden, met vooral aan zee nog veel wind. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl